Ik heropen de vergadering van de parlementaire onderzoekscommissie ICT. Het van harte welkom, de heer Ruiter. Ik zal u straks introduceren. Wij, dat zijn de heer Van Meenen, mevrouw Bruinslot, de heer Ulenbelt en mevrouw Fokker. De laatste twee zullen het voortouw nemen bij het gesprek met u. Ik moet even iets vertellen, want het is voor het eerst dat we gaan praten over wat wij dan noemen de tunnels. U bent hier vandaag uitgenodigd omdat u vanuit Rijkswaterstaat betrokken bent geweest bij de aanleg van de tunnels A73. Eind jaren 90 besluit het ministerie van Verkeer en Waterstaat, inmiddels is dat opgegaan in het ministerie van INM, Infrastructuur en Milieu, en de provincie Limburg om in onderlinge samenwerking een aantal wegverbindingen te realiseren om de infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg te verbeteren. Dat was het project Via Limburg, de aanleg van een aantal wegen daar, onder meer de A73. En daarin liggen de Roertunnel en de tunnel Zwalmen. Kortweg de tunnels A73. Wat heeft dat nou met ICT te maken? Zullen veel mensen zich afvragen. Nou, het interessante deel daarvan is de verkeers- en tunneltechnische installaties, VTTI. En dat wil zeggen de onderdelen die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid, de doorstroming en de beschikbaarheid van de tunnels. Er is een veelheid van partijen bij dat VTTI betrokken. Ik noem ze zeker niet allemaal, maar Rijkswaterstaat, Volkswessel Tunnel Techniek, 17 Nederland, dat is een samenwerkingsverband dat een innovatief brandblussysteem zou ontwikkelen, een drukluchtschuimsysteem, DLS. Nou, verder de regio natuurlijk, de gemeente Roermond en Zwalmen, de provincie Limburg en de regionale veiligheidsdiensten zoals de brandweer en nog een aantal betrokkenen. In dat hele palet wordt u op een gegeven moment aangesteld als tunnelregisseur. Waarom en wat deed u? Dat was eind 2008 was dat. Toen was het project in een fase gekomen waarbij partijen, die veelheid en partijen die u net noemde, niet meer goed met elkaar samenwerkten. Het project lag toen onder enorme druk. Dat de weg zelf, de A73 zelf, was toen al klaar. Alleen de tunnels nog niet. Die moesten nog geopend worden. En ja, zolang die tunnels niet open zijn, kon het verkeer natuurlijk ook niet over dat traject van de A73 rijden. Dus de druk toen was enorm. Wat voor druk? Waar kwam die vandaan? Vooral uit de regionale overheden, de gemeentes. Want op het moment dat het verkeer dat rijdt over de A73 niet door die tunnels kon rijden, moest het rijden door de gemeente zelf. De gemeente Roermond. En dat was ja, natuurlijk niet echt optimaal. Volgens mij pikt de heer Ulenbelt het verhoor hierop. Was uw tunnelregisseurschap de eerste keer dat u betrokken raakte bij de A73? We hebben namelijk ook papieren gevonden waarin uw naam onder staat. En dat gaat om de gunningsbrieven. En ook aan de afwijzingen aan leveranciers. Is dat dezelfde Ruiter of is dat een andere Ruiter? Nee, dat is inderdaad dezelfde Ruiter. Een aantal jaren daarvoor, in de periode 2000 tot 2006, ben ik directeur geweest bij de bouwdienst van Rijkswaterstaat, zoals dat toen heette. En vanuit die functie fungeerde ik als opdrachtgever voor een aantal contracten, waaronder het contract van de A73 tunnels, dat is correct. Maar hield dat opdrachtgeverschap op het moment dat u die brieven had geschreven? Of? Nee, vanzelfsprekend niet. Want dan begint het opdrachtgeverschap juist. Hè, dat, het hield wel op het moment dat ik in 2006 een andere functie kreeg buiten de bouwing van Rijkswaterstaat. Dus vanaf dat moment ben ik niet meer verantwoordelijk geweest voor het opdrachtgeven voor deze tunnels. Maar om het even heel simpel te stellen, het is niet zo dat u tunnelregisseur was om de problemen die u eerder zelf had veroorzaakt op te lossen. Dat is natuurlijk terecht dat u die vraag stelt. Het is aan de andere kant wel zo dat in de periode dat ik opdrachtgever was, dus de periode tot aan 2006, was er nog geen sprake van de problemen die er wel waren in eind 2008. U begint als regisseur in 2009. Wat trof u aan? Ik trof aan
twee partijen, zowel Rijkswaterstaat als de aannemer, Volker Wessels tunneltechniek, die worstelden met de vraag hoe zij deze tunnel open moesten krijgen. En tijdens die worsteling was er een audit uitgevoerd door Horvath & Partners, een extern bureau. En die hebben ook geconstateerd dat het werk stil lag, planningen die gemaakt werden vrij instabiel waren. Kortom, de voorspelbaarheid wanneer deze tunnels zouden open gaan was erg laag. En in dat rapport is ook geadviseerd om een regisseur te plaatsen boven beide partijen om het een en ander vlot te trekken. Nou, mede de aanleiding daarvan ben ik gevraagd om dat te doen. Nu weten wij dat die tunnels die lagen er al. Ja. Er waren allerlei problemen met allerlei systemen die op elkaar aangesloten moesten worden, wat niet werkte. Wat trof u op dat ICT-gebied nu precies aan? Waar zaten de problemen? De problemen waren eigenlijk drieërlei. Het eerste punt was dat dit project, in ieder geval als het ging om de tunneltechnische installaties, was het eerste contract wat als een design- en constructcontract, dus een contract waarbij, vergeef me de Engelse term, maar dat is een contract waarbij het ontwerp en de bouw... Ik vergeef u alles zolang u het uitlegt. Ja, dat is een contract waarbij het ontwerp en de bouw in één hand ligt bij de opdrachtnemer, is de eerste keer dat ook voor een dergelijk contract is gedaan. En anders dan in het verleden wordt in zo'n contract niet een product uitgevraagd, maar een functionaliteit. En het is dan aan de opdrachtnemer om eisen die op functioneel niveau zijn gegeven, nader te specificeren. En ook zelf te bedenken hoe ze gaan aantonen, hoe ze zouden moeten aantonen, hoe ze aan alle eisen die waren gesteld zouden moeten gaan voldoen. En ik ga er met name om op in, omdat dat geen sinecure bleek. Want het tweede element wat toen een rol speelde, dat was dat in 2006 in Nederland tunnelwetgeving van kracht was geworden. Dat was overigens wetgeving die van kracht was geworden nadat dit contract was gegund. Dus het had niet zozeer effect op het voorzieningenniveau in die tunnel. Maar door die tunnelwetgeving was de druk op aantoonbaarheid van alle eisen, met name veiligheidseisen. Het is goed dat er allerlei veiligheidssystemen in zitten, maar toon nou ook maar eens aan dat al die systemen ook aan al die eisen voldoen. Dat lijkt heel logisch, maar dat is voor zowel Rijkswaterstaat als de betrokken marktpartijen, was dat de eerste keer dat ze dat op die manier moesten doen. En daar hadden ze het knap moeilijk mee. En het derde element is toch de toenemende rol van ICT in infrastructuur. En dat bracht met zich mee dat systemen waren toch een stuk wat ingewikkelder geworden. Er moesten meer kunnen, er moesten meer mogelijkheden zijn met het systeem. En het was ook bij de aannemer niet zo dat degene die de software moest ontwikkelen, die kreeg niet de integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren daarvan. Die kreeg brokjes werk. Waardoor het eigenlijk, deze reden en het feit van die aantoonbaarheid, het meer een soort trial and error was geworden, waar partijen uiteindelijk niet meer uitkwamen. U noemt nu vier factoren. Nou, wij begrepen hebben, is politieke druk ook een factor geweest. Kunt u ons uitleggen welke druk dat was? Nou, als je iets moet afbouwen in een periode waarbij de politiek en het lokale bestuur de volop bovenop zit en druk uitoefent om het zo snel mogelijk af te bouwen, brengt dat mee mensen die daadwerkelijk het werk moeten doen natuurlijk spanning met zich mee. Wat ik niet helemaal begrijp, want u begon net bij de inleiding en zei de A73, daar zat enorme druk achter, want anders was de stad niet bereikbaar. Laat ik het dan even hebben over Roermond. Ja. Maar er was natuurlijk wel een optie. Een al oude optie, dat is de Napoleonsbaan. Hè? Want ja, de A73 is gewoon in de plaats gekomen voor de Napoleonsbaan. En de Napoleonsbaan heeft als nadeel dat het heel veel stoplicht heeft. En als je zoals ik wel eens van Maastricht naar Twente gaat, dan ga je liever door een tunnel dan over de Napoleonsbaan. Maar in die zin was het toch objectief gezien niet zo dat het de A73 was of helemaal niks. Er was de Napoleonsbaan. Ja. En dan is wel de vraag, waar komt dan de politieke druk vandaan, want je kunt ook zeggen, het duurt misschien even, maar dan heb je ook een hele mooie oplossing. Ja. In ieder geval de situatie zoals ik die aantrof eind 2008, was er eentje waarbij die politieke druk om zo snel mogelijk te openen fors was. Voor mij was dat een gegeven.
Maar u bent dan regisseur, u ziet dat de ICT op orde moet worden gebracht. Ja. U weet dat als het onder tijdsdruk moet gebeuren, dat dat allemaal niet lekker gaat, om het zo maar te zeggen. Heeft u daar al eens iets van gezegd? Nou ja. Degene die die politieke druk uitoefende. Kijk, toen ik eraan trad, heb ik een aantal maatregelen genomen. En de eerste maatregel was dat, omdat beide partijen, dan heb ik het over Rijkswaterstaat en de verantwoordelijke aannemer, niet meer met elkaar samenwerkten. Er was geen consensus over het werk wat gedaan moest worden. Rijkswaterstaat zat te wachten op producten die de aannemer volgens het contract zou moeten leveren. En de aannemer had dan een hele tijd geen geld gehad. En dacht van, nou ja, laat ik voorlopig maar eens even niks doen. En daarmee lag het werk bijna stil. Wat ik heb gedaan toen ik aantrad, was ervoor zorgen dat eerst de samenwerking tussen partijen weer werd genormaliseerd. Vervolgens zijn we gaan kijken in hoeverre we de financiële angel uit het prik konden halen en dus het geld scheiden van de inhoud. Het derde element wat we hebben gedaan is gaan kijken van hoe kunnen we nog vereenvoudigingen aanbrengen in het uiteindelijke systeem, zodat daarmee de risico's op het uitlopen op de planning zo klein mogelijk zouden gaan worden. En het vierde wat ik heb gedaan is een heldere besluitvormingsstructuur, zodat er ook rust zou gaan ontstaan op het werk. Want wat in zo'n situatie gebeurt, is dat heel veel mensen met elkaar aan tafel zitten, uitgebreid discussiëren over wat allemaal wel en niet gedaan moet worden. En daar werden bijna geen besluiten genomen. Er werden geen knopen doorgehakt van, we gaan het nu zo doen. En zeker bij een werk met veel software erin, is het van belang dat er rust gaat ontstaan over het werk wat gedaan moet worden. En die druk van die buitenwereld, die heb ik geprobeerd zoveel mogelijk af te vangen. Zodat er op de werkvloer waar het werk gedaan moest worden, zoveel mogelijk rust ontstond. Dat was mijn voornaamste rol. Maar als u dat zo allemaal beschrijft en ik laat dat op me indringen, dan zeg je in normaal Nederlands wat u daar aantrof was een zootje? Of is dat erg geformuleerd? Nou, het was een project was vastgelopen. Zo zou ik het formuleren. En als u het huiselijk voor, als ik het thuis, als dan vanavond tegen mijn vrouw zeg, ja, die meneer zei eigenlijk dat het een zootje was, dan zou u dat thuis ook gezegd kunnen hebben? Nou, ik zeg het zoals ik het net heb geformuleerd. Okay. En nog even naar die politieke druk. Wij hebben gehoord dat de toenmalig minister Eurlings, dat hij regelmatig op vrijdagmiddag langskwam, waarbij ik het idee kreeg, hij kwam kijken hoe het ervoor staat. Heeft u hem daar wel eens gesproken? Ik heb meneer Eurlings gedurende de periode dat ik de regisseur was diverse keer gesproken, maar niet omdat hij daar langskwam. Dat heb ik in mijn periode niet meegemaakt. Maar dan was u bij hem op bezoek? Ja. Had hij u dan uitgenodigd om te vertellen, meneer de Ruiter, vertel eens? Hij toonde veel belangstelling voor dit project. En ik heb regelmatig met hem aan tafel gezeten om de voortgang te melden. Wat vroeg hij aan u? Nou, hoe het ermee stond en wat de risico's waren. Kijk, bij zo'n project is het van belang dat je ook was het van belang dat de planningen die naar buiten werden gebracht, dat die betrouwbaar werden. En op het moment dat je zegt dat je de tunnel voor een paar weken nog moet afsluiten om het een en ander af te bouwen, zodat hij daarna op een bepaalde datum weer open kan, dan moet dat dan ook wel zo zijn. Want als je te vaak zou roepen dat hij om een bepaalde datum weer open gaat en het blijkt dat je daarop terug moet komen, is dat niet sterk. Nou, en hij wilde ervan verzekerd zijn dat de data die hij zou moeten roepen, ook in de Tweede Kamer, dat die ook daadwerkelijk zouden kloppen. Nou, en daar heeft hij zich op de hoogte van gesteld door, onder andere door gesprekken met mij. Maar nu is de tunnel blijk achteraf vroegtijdig opengesteld. Ja. Waardoor het in een periode van 14 dagen, geloof ik, 11 keer die tunnel is afgesloten. Dan doelt u waarschijnlijk op de tijdelijke openstelling. Die beslissing daartoe is overigens genomen nog voordat ik aantrad. Dat was ergens in begin 2008, meen ik.
En die tunnel is toen geopend. Eén één strook per richting en met een lage maximum snelheid. Maar nu zijn er mensen die zeggen van als we dat nou niet hadden gedaan, ja, en meer tijd en ruimte hadden genomen om al die 52 systemen, geloof ik, goed op elkaar te laten aansluiten, hadden we meer testtijd nodig gehad, maar die testtijd was ze niet gegund. Was het nu achteraf verstandiger geweest om meer testtijd te nemen? Die testtijd is wel degelijk genomen in die periode in 2008. En ik weet niet of u daarop doelt, maar natuurlijk is het zo dat het vanuit technisch optiek gezien beter is om te werken in een tunnel die geheel afgesloten is. Daar kan je beter en makkelijker in testen dan in een tunnel waar al deels verkeer doorheen rijdt. In algemene zin is dat zo. Maar zo'n afweging om die tunnel tijdelijk open te stellen, daar spelen natuurlijk veel meer elementen een rol dan alleen technische elementen. En hoe die afweging precies is gemaakt, dat weet ik ook niet, want dat is in de periode geweest dat ik daar nog niet zat. Maar aan de andere kant, we hebben de nieuwe tunnelwetgeving gekregen vanwege die verschrikkelijke ramp in de Mont Blanc, ja, tunnel. Je wil dan toch ook geen risico nemen met veiligheid? Nee, dat hebben we ook niet gedaan. Want in die tijdelijke openstelling was de maximum snelheid was heel laag. En er was ook geen verkeer, omdat er maar één strook open was, was er ook geen inhalend verkeer. En juist inhalend verkeer en een hoge maximum snelheid, het mogen duidelijk zijn dat dat de kans op een ongeval verhoogt. En doordat die kans, dus de kans op een ongeval, door die maatregelen zo laag is gehouden, kon je mee volstaan met een tunnel waarin nog niet alle systemen in een definitieve vorm af waren. Later, in de periode toen die 1 december 2009 is geopend, toen was wel het volledige veiligheidssysteem functioneel en uitgebreid getest. Mag ik, voordat we naar mevrouw Volker gaan, nog even iets vragen over die gesprekken met minister Eurlings? Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar volgens de Haagse gebruiken ligt het niet zo voor de hand dat de minister rechtstreeks een tunnelregisseur uit Limburg bij hem op het departement. Ik heb ook niet gezegd dat het rechtstreeks was. Hoe ging het dan? Ik, als regisseur legde ik verantwoording af aan twee partijen. Dat was lid van de Raad van Bestuur van Volker Wessels en iemand van het bestuur van Rijkswaterstaat. En via dat bestuurslid van Rijkswaterstaat rapporteerde ik ook aan minister Eurlings. En om pragmatische redenen ging ik mee om zelf het verhaal te vertellen hoe het ervoor stond. Aan de minister? Aan de minister. En de man of vrouw van Rijkswaterstaat, wie was dat eigenlijk, van Rijkswaterstaat? Dat was de heer Van Breukelen. Die zat daarbij, ja, maar u was dan aan het woord, want u deed, ja, tenslotte ook op de dagelijkse gang van zaken. Dus dat was natuurlijk formeel natuurlijk allemaal netjes ambtelijk gekanaliseerd, ja, dus op die manier. Maar op zich is het ongebruikelijk dat een tunnelregisseur bij een minister zet en dat die minister vraagt, zeg Hans, schiet het een beetje op of hoe zit het? Nou ja, ik was op dat moment ook projectdirecteur Maaswerken en vanuit die functie had ik bijvoorbeeld ook overleg met de staatssecretaris. Dus dat is niet zo bijzonder, hoor. Oké, nou goed, dat is ook een van de dingen die we willen weten. Misschien was het heel verstandig dat de minister er bovenop zat, misschien ook niet, dat moet blijken. Hij had in ieder geval volle belangstelling voor het project. Ja, want, en dat kunt u dan neem ik aan wel ook bevestigen, voor zo'n minister is het natuurlijk ook niks als die weg er ligt en die tunnels zijn niet te gebruiken en hier in de Tweede Kamer staan ze te springen en te dansen van wanneer gebeurt er nou wat. Dat werkt allemaal niet positief, hè? Nee, inderdaad. Mevrouw Volker. Ja, ik wil graag heel wat stappen met u terug, want we hebben het nu vooral over wat er misschien allemaal wel en niet goed ging. Ik wil eigenlijk terug naar de aanbesteding. Ja. Want u was directeur verkeersinfrastructuur bij de bouwdienst en dus ook betrokken bij de aanbesteding en de gunning aan Volker Wessels. Kunt u vertellen hoe dat verliep? Ja, dat is al wat langer geleden. En dat verliep eerlijk gezegd zonder bijzonderheden. Toen ik me ben gaan verdiepen recent in deze casus, ben ik geheugen teruggegaan naar die periode. En dat kostte me ook wel enige moeite, moet ik zeggen. Omdat er ook op dat moment ook niet zo heel veel bijzonders is gebeurd.
We hadden toen wel vaker een design- en constructcontract, dat ontwerp- en bouwcontract in de markt gezet, maar alleen voor GWW-projecten. De GWW staat voor grondweg- en waterbouwprojecten. Zeg maar de standaardprojecten van Rijkswaterstaat, waarin beton, staal en civiele werken en asfalt wordt gerealiseerd. Dit is weliswaar was dat de eerste, maar wel op de manier zoals we dat inmiddels gewend waren bij de andere soort projecten en bij die aanbesteding. Was ja, niet zo heel veel aan te merken, los van het feit dat het wel een vrij laag aanbestedingsresultaat uiteindelijk is geworden. En daar doelt u wel denk ik op. U had mij ook nog andere dingen kunnen vertellen die ik inderdaad niet wist, maar wat mij inderdaad was opgevallen, en zeker als je ook kijkt naar wat Rijkswaterstaat had ingeschat, ja. Was het natuurlijk een hele lage inschrijving. Ja. Nou is dat ook best lastig, ook aan de inschattende kant. Omdat je, wat ik net zei, dit voor deze tak van sport het eerste contract was op deze manier. En dat is ook heel lastig in te schatten aan de ramende kant waar het dan uiteindelijk op uit zou moeten komen. En achteraf kan je zeggen dat dit wellicht een van de oorzaken zou zijn geweest van waar het project uiteindelijk in terecht is gekomen. Maar alle andere inschrijvingen waren ook aan de lage kant. Ja, maar dat is natuurlijk ook hè, achteraf. Professor Harvat zegt daar in 2008 ook een en ander over. Hè. Het rapport zegt, de kans is groot dat de aannemer voor een te laag bedrag heeft ingeschreven. Mogelijk omdat de complexiteit van de klus al bij de aanbesteding is onderschat. De drijfveer van Volkert Wessel lijkt nu te zijn haar verlies te willen beperken, terwijl Rijkswaterstaat uiteraard de tunnel in gebruik wil nemen met de gewenste kwaliteit. Dit botst en zal blijven botsen, evenals wat er technisch mogelijk is botst met wat het publiek wil. Dus ja, eigenlijk zou je kunnen concluderen inderdaad, er is wel heel erg laag ingeschreven. Nou ja. En uiteindelijk zijn problemen die zijn veroorzaakt terug te leiden totdat daar niet de juiste keuzes zijn gemaakt. Ik denk als ik terugkijk naar die periode, denk ik dat mijn conclusie zou zijn dat we te weinig hebben gespecificeerd wat we nou precies wilden hebben. En dat te veel hebben overgelaten aan de marktpartij. En de marktpartij dit gewoon onderschat heeft. Oké, maar dan nog. Er gebeurt zoiets als een tunnel. En zeker de Roertunnel, de Zwarmertunnel. Zijn toch bijzondere projecten in Nederland. Hè? Laat ik dat bedoelen. Nu zijn we bezig met de A2-tunnel in Maastricht. Ook zo'n bijzonder project. Mm-hmm. Als dan zo'n lage inschrijving komt, dan ben je als Rijkswaterstaat toch wel op je hoede en dan calculeer je toch zelf ook wel in. Van jongens, we doen een heel bijzonder traject gaan we in. Daar worden hele bijzondere dingen gevraagd. Kan dat wel voor deze prijs geleverd worden? Natuurlijk is het zo en dat is daar ook gebeurd. Als je een lage inschrijving krijgt, want dat gebeurt bij andere projecten ook wel eens. Ga je eerst bij jezelf na. Heb ik misschien iets verkeerd geraamd of zit het daaraan? En vervolgens ga je nadrukkelijk in overleg met de partij die laatste aanbieding heeft gedaan, om met elkaar te bespreken of ik elkaar inderdaad wel goed heb begrepen wat de bedoeling was. En dat is hier ook wel gebeurd. Mevrouw Warnsel? Als we kijken naar hoe die verhouding tussen die aanbiedingen waren, dan was het 10-30% lager dan de drie laagste aanbieders. En het was 50% lager dan de hoogste aanbieders. Maar het was ook aanzienlijk lager dan de bedrijfseconomische raming van Rijkswaterstaat. Die later overigens naar beneden is bijgesteld. Ja, maar nadat u de laagste aanbieding heeft gekregen. Klopt. Dus het was enorm veel lager dan alle aanbiedingen. Het was enorm veel lager dan de bedrijfseconomische raming. Maar u zegt nog van ja, we hadden het toen eigenlijk niet zo goed kunnen weten. Nou, wij zijn toen in overleg gegaan met de laagste aanbieder. Om te kijken of hij het werk in voldoende mate had begrepen. Hè? En of er misschien een vergissing was gemaakt. Nou, dat is niet het geval. En op zo'n moment kan je ook weinig anders dan het werk gunnen. Zo zit het aanbestedingsreglement in elkaar. Oké, regels zitten zo in elkaar. Maar als ik hem eens omdraai, de andere kant van de medaille is toch dat je misschien ook wel eens een keer, ook al krijg je een aanbieding en ook al is het via de aanbesteding, dat je denkt van ja, dit kan never, nooit niet voor deze prijs. Dat is toch iets waar je toch zelf als partij heel erg kritisch op moet zijn. En in die zin, we hebben het hier vaak over een dashboard.
En daar staan meestal, alles staat daar op groen. Maar als ik met mijn gezonde verstand hierover nadenk, denk ik van als ik Rijkswaterstaat zou zijn geweest en ik kreeg zo'n aanbieding, dan zou ik wel een heel klein beetje sceptisch worden en misschien wel het zijn een heel klein beetje op rood zetten, dat het voor deze prijs gewoon nooit kan. Nou, natuurlijk, naar aanleiding daarvan is natuurlijk ook het gesprek gevoerd. En natuurlijk is ook aan Volker Wessels de vraag gesteld, maar weten jullie wel zeker dat jullie het kunnen doen voor dit bedrag? En daar is toen door Volker Wessels bevestigend op gereageerd. En daar was Rijkswaterstaat vervolgens op basis van de informatie van Volker Wessels ook heilig van overtuigd. Want iemand kan wel wat tegen je zeggen, maar de vraag is, hè, vertrouw je hem op zijn mooie blauwe ogen? Of zeg je, je hebt hele mooie blauwe ogen, maar ik geloof er helemaal niks van. Er was op dat moment geen aanleiding om daar niet op te vertrouwen. En achteraf kan natuurlijk zeggen dat anders had gemoeten. Maar dat is met dit soort dingen achteraf natuurlijk altijd het geval. Nu zijn wij vooral ook geïnteresseerd in ICT-projecten en overheid. Er zit heel veel software in een tunnel. Ja. U heeft geloof ik ergens gezegd dat er meer software in zit dan in een Boeing 747. Volgens mij heb ik dat inderdaad ergens gezegd, ja. Ja. Hoeveel software is dat dan in vergelijking met een vliegtuig? Hoe complex is dat eigenlijk? Nou, want als wij door een tunnel gaan, dan zien wij een weg. En verder zien we eigenlijk niet zoveel. Maar hoe kan dat er zoveel ICT in zit? Nou, het gaat om dat je, als er zich een incident voordoet in zo'n tunnel, moet je dat tijdig kunnen signaleren. En je moet tijdig kunnen ingrijpen. En voor een deel doet de mens dat, maar voor een deel gebeurt dat automatisch door de techniek. Dus je kan niet altijd zien op tijd dat er ergens een ongeluk is of dat soort dingen. Daar technische systemen moeten dat snel kunnen ontdekken en er moeten snel acties ondernomen worden. En dan is er een scala aan activiteiten die dan gaan plaatsvinden. Het licht gaat op hoog, de ventilatie gaat aan, het middentunnelkanaal, dat is het kanaal tussen de twee rijrichtingen in, waar langs de automobilisten moeten vluchten. Als er een brand is in een tunnel, moet onder overdruk worden gebracht om te voorkomen dat de rook er naar binnen komt. De seinen moeten onder brood. Er zijn tal van zaken die gedaan moeten worden in zo'n tunnel op het moment dat er een incident is. Er zijn diverse soorten van incidenten met allemaal weer verschillende activiteiten die er moeten plaatsvinden. Maar is het dan zo dat het moeilijker is om veilig verkeer door een tunnel te laten rijden dan een Boeing 747 nee. Veilig in de lucht te houden? Die vergelijking met die Boeing 747 heeft iemand mij ook een keer verteld dat als het gaat om het aantal softwareregels en ik, omdat ik het een aparte vergelijking vond, heb ik dat een keer aangehaald, deze uitspraak. Om daarmee aan te geven dat al is het maar een tunnel, want dat lijkt natuurlijk veel simpeler dan de Boeing 747, dat ben ik helemaal met u eens. Zit er toch flink wat software in zo'n tunnel. En moeten we ook niet onderschatten hoeveel energie het kost om dat uiteindelijk goed te laten maken. En als je vervolgens bedenkt, want dat is, ja, als we toch naar de kern van de problematiek willen gaan. Als je dan bedenkt dat bij iedere tunnel die gebouwd werd in Nederland, dat elke keer opnieuw werd nagedacht over wat is nou precies de volgorde der dingen bij een incident in de tunnel. En wat laat ik over aan de mens. En wat laat ik over aan de techniek? En hoe moet die techniek dat vervolgens doen? En welke eisen stel ik daaraan? Dat als dat op ieder tunnelproject weer opnieuw moet worden bedacht en je realiseert je dat er zoveel software in zit, dan is het ook begrijpelijk dat dat bij zo'n project tot problemen kan leiden. En dat is denk ik een van de belangrijkste conclusies geweest, een van de belangrijkste lessen uit dit project geweest. Want u trof een ontzettende complexiteit aan systemen die op elkaar aangesloten moesten worden, met elkaar moesten communiceren. Ja. U heeft toen vereenvoudigingen doorgevoerd, ja, om het allemaal aan de gang te krijgen, om die tunnel toch op tijd open te krijgen. Wat voor type vereenvoudigingen zijn dat? Zijn dat ook ICT-oplossingen? ICT gerelateerd. Een van de zaken waar de aannemer mee bezig was, was, er zitten zeg maar grofweg in een tunnel twee soorten van bediensystemen. Het eerste is de bediening van de tunnel zelf, en dan heb ik het over de verlichting en de ventilatie en dat soort zaken. En het andere is de geleiding van het verkeer. Dus het signaleren van files en zeg maar die signaalgevers die boven iedere snelweg in Nederland hangen. Nou, er zijn twee soorten van systemen en de aannemer was er mee bezig om voor dat project alleen uniek een besturingssysteem te ontwikkelen
van waaruit één besturingssysteem beide soorten systemen konden worden aangestuurd. Nou, dat was heel complex. En daarvan vonden we dat dat te veel risico's met zich mee zou brengen. En wat we toen hebben gedaan, is de tunnelbediensystemen te scheiden van de verkeersbegeleidingssystemen. En voor dat laatste over te stappen op een systeem wat elders in Nederland overal boven de weg hangt. Proven technology, dus bewezen technologie. En dat daar ook daar in de A73-tunnels toe te passen. Ondanks het feit dat op de rest van de A73 zo'n verkeersbegeleidingssysteem niet zou worden gerealiseerd. Nu hebben wij begrepen dat ze iets nieuws in die tunnel wilden doen. Ja. Namelijk een drukluchtschuimsysteem. Ja. Dat was nog nooit in de wereld vertoond. Ja. En is er niet op schaal als in deze tunnel. Wat is dat, zo'n systeem? En wie heeft eigenlijk bedacht dat dat in die tunnel moest? Waar is dat vandaan gekomen, dat idee? Dat idee is vandaan gekomen dat, en dat is ook al in het begin van het project geweest, hebben er vluchtstroken in die tunnels gezeten. En op een gegeven moment zijn die vluchtstroken, dat heb ik overigens van horen zeggen, daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest bij die fase, zijn die vluchtstroken uit die tunnel gehaald en daarvoor in de plaats is een drukluchtschuimsysteem gekomen. Maar wie heeft dat bedacht? Nou, niet om schuldig aan te wijzen, gewoon om te weten, waarom besluit je voor een tunnel tot een systeem wat in de wereld nog niet bestaat? Ik heb geen idee, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Wie zou ons daar iets meer over kunnen vertellen? Maar dat gaat wel een hele tijd terug. De uiteindelijke besluitvorming om. Het is overigens als proef is dat toen gestart, hè, dat van de drukluchtschuim. De uiteindelijke besluitvorming over die proef is toen door toenmalig minister Peijs genomen. Want uiteindelijk is er van het systeem afgestapt. Het zou het niet halen. Er kwam een watermistsysteem. Ja. En dat was een van de redenen waarom het allemaal zo uitliep. Dat zien wij toch goed. Nou, het zal het er waarschijnlijk niet makkelijker op gemaakt hebben. Maar de situatie zoals ik die in 2008 aantrof, was in ieder geval, waren er geen problemen met het watermistsysteem. Toen zaten de problemen vooral in de rest van de verkeers- en tunneltechnische installaties. Maar het intrigeert ons toch wel van waar dan dat DSL vandaan kwam. Dat watermistsysteem, dat was er al. Ja. En dat functioneerde ook. Waar komt dan, is Rijkswaterstaat dan zo innovatief? Was het een eis uit de regio ter compensatie van het laten vervallen van de vluchtstroken? Is het daar bedacht of hier in Den Haag? Weet u dat? Nou, het was in ieder geval een compensatie voor wat ik net zei, voor het vervallen van die vluchtstroken. Maar wie uiteindelijk met dit idee is gekomen, weet ik niet. Maar achteraf kunnen we wel zeggen dat het te avontuurlijk was om daarmee in. Dat is gebleken, want ook in de periode dat ik directeur was van verkeersinfrastructuur, in die tijd al is gesignaleerd dat er problemen waren met dat drukluchtschuimsysteem en is de overstap naar watermis in combinatie met een beperkte vorm van drukluchtschuimsysteem al genomen. Eén ding is mij niet duidelijk en dat wil ik u graag vragen. Kijk, dat systeem, nog los van of dat dan werkt en al die ellende, dat kwam er omdat die vluchtstoken eruit vielen. Ja. Maar die vluchtstoken waren op zich helemaal niet nodig. Er werden op dat moment in Nederland tunnels standaard zonder vluchtstoken uitgevoerd. Dat ben ik met u eens. Dus waar komt dan toch vandaan, daar moet u toch ook iets van hebben meegekregen, dat als je een vluchtstrook die niet nodig is en die eerst in het ontwerp staat strapt, dat je er dan iets anders voor in de plaats moet maken, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Natuurlijk heb ik in de overlevering wel het een en ander van meegekregen. Nou, maar ik ben daar niet zelf bij betrokken geweest. Maar wat heeft u dan uit overlevering begrepen? Heb ik begrepen, nogmaals, dat in plaats van die vluchtstroken, want die vluchtstroken waren er dus om een of andere reden toch in die tunnel gekomen. En bij het schrappen van die vluchtstroken wilde de regio iets ter compensatie. En dat is dat drukluchtschuimsysteem geworden. Maar dat is dan een politiek besluit, heeft dat moeten zijn. Ja. Niet een besluit dat nodig was. Nogmaals, daar ben ik niet bij betrokken geweest, dat zou ik niet weten. Want wij vinden in een interne vertrouwelijke nota aan minister Peijs uit 2006
van de directeur-generaal personenvervoer. Die schrijft letterlijk, juni 2006, u bent niet bereid zoveel geld te spenderen aan een systeem dat wettelijk niet verplicht is, veel meer kost dan aanvankelijk begroot, waarvan de effectiviteit niet in de praktijk bewezen is en dat mogelijk in de toekomst verkeersoverlast zal geven bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Dat schrijft de DGP, de directeur-generaal personenvervoer, aan de minister. Niettemin komt het er toch. Hoe kan dat? Nou, ik begreep dat drukluchtig schuimsysteem uiteindelijk, wanneer was het? In 2007 is de knoop doorgehakt om die proef te stoppen. En over te stappen naar op dat watermissysteem. Maar u weet niet wie die beslissing genomen heeft? Die om over te stappen op dat watermissysteem? Nee, om überhaupt het feit dat omdat vluchtstroken wegvielen, ja, een ander systeem, het DLS-systeem, te gaan willen en ja, dat dan later weer te vervangen. Nou, ik heb u net volgens mij verteld dat de uiteindelijke besluit daartoe genomen is door de toenmalige minister Pijs. Mevrouw Fok. Goed. Ik wil graag met u over, u heeft het net ook al over besturingssystemen gehad, maar iets anders wat bij de tunnel niet van de grond is gekomen en is Vanessa. En we hebben hier vanochtend ook al Marij langs zien komen. En Nora, en dat is een hele harem bij elkaar verzameld. Maar Vanessa schijnt te staan voor Verkeerscentrale Algemeen Nieuw Eenvoudig Sturingssysteem Aanpassing. Kunt u ons in het kort uitleggen wat Vanessa was en wat het beoogde te doen? Ja, dan moet ik je toch teleurstellen, want dat kan ik niet, want dat weet ik niet. Ook daar ben ik niet bij betrokken geweest. Maar u bent natuurlijk wel bij het project als zodanig betrokken geweest. En al is dat op een ander moment, dan kan ik toch me wel voorstellen dat als je ergens instapt, dat je wel nog even historisch onderzoek doet van, hey, wat is er in hetgeen waar ik nu voor verantwoordelijk ben allemaal gebeurd. En misschien kunt u er vanuit die hoedanigheid toch wel iets over zeggen, hè, los van het feit dat u er zuiver gezien niet bij betrokken bent. Natuurlijk heb ik daar wel van gelezen. En de besluit om Vanessa niet meer mee te nemen in dit project was al genomen toen ik eind 2008 daarbij kwam. En Vanessa, voor zover ik weet, was een systeem, ging over uniformeren van verkeerscentrales. Nou, en dat is geen succes gebleken. En uiteindelijk is ook besloten om dat bij de A73 verder niet toe te passen. Maar we begrijpen wij wel goed dat de aannemer, die ging ervan uit dat dat systeem ooit ingevoerd zou worden. Ja. Later wordt besloten om dat niet te doen. Ja. En daardoor was dat ook weer een obstakel voor Volker Wessels om het uit te voeren. Dat klopt. Kijk, in de situatie die ik aantrof in 2008, zo'n situatie waarbij het werk stil ligt en partijen niet meer goed weten hoe ze het project aan een einde moeten komen. Dat is niet een situatie die van de een op de andere dag ontstaat natuurlijk. Dat is het resultaat van een langere periode waarbij de een niet helder heeft gespecificeerd en de ander het werk heeft onderschat en het niet precies wist hoe je het moet gaan oplossen. En daarbij hebben de discussie over watermist en DLS en de discussie over Vanessa geen positieve bijdrage geleverd aan het snel oplossen van de problematiek, dat mogen duidelijk zijn. U komt als regisseur op een gegeven moment binnen, gaan we weer naar terug. Hoe was toen de relatie tussen Rijkswaterstaat en Volker Wessels? Nou, wat ik zei, die was toen niet goed. Partijen werkten niet goed met elkaar samen. Er was veel discussie over de financiële kant van de zaak. En daarover werd nauwelijks meer gesproken, maar meer gecommuniceerd via formele lijnen. Dus eigenlijk was het project gejuridificeerd op dat moment. Ja, ik wilde eigenlijk, misschien vindt u het heel erg vervelend, maar ik wilde eigenlijk nog weer een stapje terug. Ja. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Hè? We hebben het ook net over Vanessa gehad. En je ziet allerlei systemen bij elkaar hebben er denk ik voor gezorgd dat hè, een rapport ook terecht zei dat er iemand zoals u moest komen. Maar ik zou eigenlijk nog weer een stapje terug willen naar, we hadden het net over het DLS-systeem en hè, dat er geen vluchtstroken kwamen.
Alsnog de vluchtstrook, hè, nog het DLS en nog de WMS veiligheidstechnisch gezien noodzakelijk waren. Wat is, denkt u, de reden dat deze alle drie toch op een bepaald moment in het ontwerp van de tunnels voorkwamen? Daar hebben we het net al even over gehad. Maar dat intrigeert mij eigenlijk toch wel. Dat je gewoon, hè, het is eigenlijk allemaal niet nodig. Het hoeft niet. En er wordt al even, hè, er was net ook een citaat van ja, er komt toch een bepaalde druk uit de provincie om uiteindelijk iets te doen. Maar waarom zo'n groot project als een tunnel? Waarom zou je het zelf zoveel moeilijker maken als het gewoon kennelijk heel makkelijk kan? Nou ja, kijk, of dat al dan niet er allemaal erin hoeft, was op dat moment was dat nog voor discussie vatbaar. Ik heb eerder proberen uit te leggen dat bij ieder tunnelproject opnieuw werd gediscussieerd over wat voor soort systemen die in de tunnel zouden moeten en hoe die met elkaar zouden moeten werken en wat de functionaliteit daarvan zou zijn. En we kwamen dat natuurlijk bij ieder tunnelproject kwam je dat in meer of mindere mate tegen. En pas later is dat, hè, toen ik aantrad als landelijk tunnelregisseur, nadat de A73 tunnels waren geopend, zijn we dat gaan aanpakken door meer helderheid te creëren in de tunnelwetgeving. Wanneer is het nu veilig genoeg in een tunnel en hoe toets je dat op een eenduidige manier? Want ook dat was voor meerderlei uitleg vatbaar. En zeker omdat we in Nederland de besluitvorming over openstelling van tunnels hadden gedecentraliseerd bij de gemeente en het niet eenduidig vastlag wanneer het nu veilig genoeg was, kunnen zich voorstellen dat dat bij ieder tunnelproject weer leidde tot discussies wat er allemaal niet in die tunnel was en wat voor de een niet noodzakelijk is, was het voor de ander in ieder geval wel. En u kunt zich voorstellen dat, dat het voor een brandweer misschien eerder noodzakelijk zal zijn dan voor degene die zo'n tunnel moet gaan bouwen en financieren. Nou, om nou dat soort discussies bij ieder project te voorkomen, is inmiddels tunnelwetgeving aangepast. Waardoor nu eenduidig vast ligt wat voor soort installaties er in zo'n tunnel moeten. En op basis waarvan het veiligheidsniveau moet worden aangetoond. Maar dat was er toen allemaal nog niet. Nee, dat klopt. Want ik weet, ik was in een vorig leven ooit woordvoerder A2 van Maastricht. En ik weet in 2010 is zelfs de bouw, de aanloop van die tunnel stopgelegd. Omdat er toen op nationaal niveau eenduidige regelgeving zou komen. Ja. Maar dan nog is natuurlijk wel de interessante vraag. En het is heel goed dat die eenduidige regelgeving er nu is. Maar als je achteraf terugkijkt naar de bouw van de tunnel, dan zijn er dus, hè, een vluchtstrook was niet nodig. Daar kwamen systemen voor in de plaats, die waren wellicht ook niet nodig. Daardoor is de boel eigenlijk ernstig vertraagd, want het lag vooral aan die systemen. Dus eigenlijk hebben we een project veel duurder gemaakt, heeft het veel langer geduurd. Terwijl we er maar niet achter komen waarom nou iemand op een bepaald moment zei van, hé, we willen eigenlijk vluchtstroken in die tunnel. Nou ja, ik denk dat het niet alleen het feit dat project is uitgelopen, heb ik volgens mij ook aangegeven dat dat in mijn beleving niet alleen te maken heeft gehad met de besluitvorming rond overgang van vluchtstroken naar drukluchtschuim, naar watermist en die discussie. Die heeft er natuurlijk geen positieve bijdrage aangeleverd, maar het is het niet alleen geweest. Maar ik denk dat het ook wel exemplarisch is voor zoals tegen dat soort projecten in die tijd werd aangekeken, dat er, wat ik net zei, veel discussies waren over wat er wel en niet in zo'n tunnel zou moeten. En dat er verschillend over werd gedacht. En gemeente dacht daar misschien anders over dan het Rijk. En het feit was dat daar discussie over was en een dergelijke discussie doet een afbouwproces waarin mensen een stuk software moeten ontwikkelen, natuurlijk geen goed. Maar ik zou het daar niet alleen aan willen ophangen. Het feit dat de Rijkswaterstaat worstelde met haar specificaties, wat nou precies de bedoeling was. Het was ook de eerste Rijkstunnel in Limburg. Ook de mensen die daar die tunnel moesten gaan bedienen, deden het voor het eerst. Die moesten dus voor het eerst nadenken over welke eisen zij aan hun bediening zouden moeten stellen. Dat is nu ook allemaal gestandardiseerd op landelijk niveau, maar dat was toen nog niet het geval. En dat waren een hoop onduidelijkheden. En bovendien een aannemer die het voor het eerste keer er ook zelf over moest nadenken, over het doorvertalen van die specificaties. Dat hebben beide partijen achteraf gezien schromelijk onderschat. En dat geheel aan onderschattingen en dergelijke hebben ertoe bijgedragen dat dit project zo is gelopen zoals het is gelopen.
Dat snap ik. En ik hoop ook dat u begrijpt waarom dit punt... Hè, omdat als je ook naar de A73 kijkt... Hè, hier en daar moet je ook al feitelijk vaststellen dat er heel weinig ruimte is. Hè, want hij is ruimtelijk strak aangelegd, zullen we maar zeggen. Dat zie je ook in Venlo. Hè. Ik ken de A73 toevallig. Maar dan intrigeert het natuurlijk inderdaad toch wel... Hè, waarom eerst de keuze voor een vluchtstrook... waarom het dan vervangen wordt door iets anders. Omdat wat wij natuurlijk heel graag willen weten is terug naar die basis. Ja, en daar komen we inderdaad gewoon niet echt achter waarom je eigenlijk in beginsel een bredere tunnel bouwt. Want dat doe je als je vluchtstroken aanlegt, naar mijn mening, zonder dat je daar argumenten voor hebt. Dus dat is eigenlijk de achtergrond waarom wij dat toch wel heel graag zouden willen weten. Ja, nogmaals, daar heb ik bij die periode ben ik niet betrokken geweest. Dus kan ik u helaas geen antwoord op geven? Kijk even rond. Nee. Dan gaan we naar de heer Ulenbelt. Toen u aantrad was er, is het correct als ik toen u aantrad dat de relatie tussen Rijkswaterstaat en Volker Wessels dat verbitterd was? Dat is correct. U bent toen aan de slag gegaan en ik geloof dat Limburg u dankbaar is of misschien wel moet zijn dat het nu allemaal draait. Maar als u terugkijkt... Wat had er in de contracten of in de relatie tussen beide partijen anders moeten gaan? Met de kennis van nu, hoe had het voorkomen kunnen worden? Nou, met de kennis van nu, wat ik net zei, en dat zijn zeg maar de lessen die we ook op landelijk niveau hebben getrokken, is dat je meer tijd moet nemen samen over wat je nou precies wil, nog voor contractering. En dit project is altijd aangevlogen geweest als een civiel infrastructuurproject. En bij een civiel infrastructuurproject begin je met de tunnel, dus het betonnen mulsel. Vervolgens worden daar de installaties in gehangen. En aan het eind worden kabels getrokken tussen die installaties en wordt er maatwerk, software ontwikkeld om het allemaal met elkaar te kunnen laten functioneren. Tot op dat moment werden tunnels eigenlijk altijd zo gerealiseerd. Waar je eigenlijk naartoe wil, en dat is ook degene zoals we nu proberen tunnels in Nederland aan te leggen, en dat geldt eigenlijk voor ICT en infrastructuur in het algemene zin, is dat je die aanpak 180 graden de andere kant op wil draaien. Dat wil dus zeggen dat je begint met de functionaliteit van zo'n tunnel. Hè, want kenmerk voor een GWW-project is dat ieder project uniek is en dat bij ieder project wordt nagedacht over hoe iets dergelijks moet worden ontworpen. En dat is best logisch, hè, want iedere tunnel, laat ik bij een tunnel blijven, is qua afmetingen anders, de bodemgesteldheid is anders, dus ieder project is anders. En ze worden het ook, hè, ik ben civiel ingenieur van origine, en ze worden het je ook bij de opleiding van het begin af aan geleerd. Voor civiele infrastructuur is een dergelijke benadering logisch. Maar als je gaat kijken naar ICT, als je iedere keer opnieuw moet gaan nadenken over wat je nou precies wil met die ICT, is dat heel erg efficiënt, inefficiënt en leidt het ook tot, is de kans op uitloop is dan aanzienlijk. Terwijl als je juist gaat kijken naar die functionaliteit van die tunnels, dus wat is de volgorde der dingen bij incidenten en wat moet je dan allemaal wel en niet doen, is dat eigenlijk bij iedere tunnel hetzelfde, ongeacht de lengte en breedte van zo'n tunnel. Nou, daarom hebben we de specificaties en de software die er dus achter zit, eigenlijk moet je daar dus mee beginnen, zo'n project. Dus begin met die functionaliteit. Stel vervolgens de vragen over wat laat je door de mens doen, wat laat je door de techniek doen, welke eisen stel je aan die techniek. Vervolgens kom je bij de installaties terecht en aan het eind pas bij het betonnen omhulsel. Dat is dus een 180 graden andere benadering dan je tot nu toe hebt gedaan. En juist over die functionaliteit en over de wijze hoe je die functionaliteit moet aantonen, daar moet je voldoende tijd voor nemen met alle partijen om dat volledig te doorgronden of je elkaar daarin begrijpt. En ik denk dat dat de belangrijkste les is geweest uit dit project en andere tunnelprojecten en die proberen we nu ook toe te passen. Maar dat betekent dat de les is dat je met het moeilijkste vanuit jullie gezien bij een tunnel moet beginnen en dat is de besturing van het, ja, van het hele systeem. Ja. Maar die les heeft u getrokken op grond van ervaringen die u voor u trof. Kunt u wat vertellen over hoe dat dan ging met die softwareontwikkeling? We horen elders verhalen van
Ze schrijven maar, beloven oplossingen. En achteraf gebeurt dat niet. Was dat hier ook het geval? Ja, de discussies over wat die tunnel allemaal en wat die installaties allemaal zou moeten kunnen, die liepen nog terwijl er al gebouwd werd aan de software. En je hoeft geen ICT-deskundige te zijn om je te realiseren dat dat niet altijd verstandig is om te doen. En toch was dat de realiteit waardoor ontwerpactiviteiten en bouwactiviteiten door elkaar heen liepen bij de A73. En uiteindelijk een soort trial and error aanpak was geworden. Nou, en daarvoor was het voor ons van belang toen ik daar kwam als regisseur, om zo snel mogelijk de scope, zoals het heette, dus de inhoud van het werk, om die zo snel mogelijk te bevriezen en op de werkvloer rust te creëren, zodat niet iedere keer weer discussies oppopten over hoe het systeem al dan niet zou moeten functioneren. Want wat voor een buitenstaander wellicht een ogenschijnlijk kleine wijziging is, is voor software kan dat enorme consequenties hebben. En als er iets vervelend is tijdens ICT-ontwikkeling, is gedurende de rit te komen met wijzigingen. Waar liep die discussie over nieuwe eisen, andere eisen? Hier in Den Haag, op het departement, in de Kamer? Vooral op werkvloer. Lokaal op de werkvloer. Ja, dan moet je het echt over hele triviale dingen zien, zoals wat een operator op zijn scherm te zien krijgt. Dingen waarvan we ons misschien zouden afvragen van hoe kunnen ze zich daar druk over maken? Maar dat gebeurde daar. En als tegelijkertijd de geldstroom stokt en de aannemer niet betaald krijgt, doet dat er ook geen goed aan. En dat is de situatie die kant. En wie hield daar dan toezicht op? Op het feit dat er van die rare extra eisen of kleinigheden steeds opnieuw weer bij konden komen en dat het hele plan weer moest worden omgegooid? Nou ja, dat zijn natuurlijk toch de projectleiders aan beide kanten. En nogmaals, deze situatie is niet van de een op de andere dag ontstaan. Zo'n situatie ontstaat geleidelijk. En een van de eerste maatregelen die ik ook heb gedaan is om aan beide kanten een andere projectmanager op het project te zetten. Niet omdat de projectmanagers die er zaten incapabel waren. Want nogmaals, een dergelijke situatie is ook geleidelijk aan ontstaan. Maar ze waren niet meer in staat om zichzelf aan de haren uit het moeras omhoog te trekken en de project een andere draai te geven. Daar waren ze te veel behept met het verleden, zo gezegd. En paste dat eigenlijk binnen de contractvorm? Hè? Want aan het begin van het gesprek zei u van er was gekozen voor een design- en constructcontract. En dat is eigenlijk dat de opdrachtnemer, dat daar eigenlijk meer bevoegdheden liggen. Maar als je eigenlijk kijkt wat er allemaal gebeurt, welke zijwegen er allemaal, hè? Je stippelt uit, we gaan dit en dat doen, maar het wordt heel anders. Ja, paste dan eigenlijk de contractvorm feitelijk wel bij wat er gebeurde, of kun je ook met terugwerkende kracht zeggen dat de contractvorm die is gekozen misschien achteraf gezien ook niet zo slim was? Achteraf gezien denk ik dat waar is. Zeker omdat beide partijen heel weinig ervaring hadden om met deze manier van samenwerken. En in de periode dat ik daar zat als regisseur hebben we natuurlijk ook niet meer conform een dergelijke contractvorm gewerkt. Uiteindelijk waren het toen alle activiteiten erop gericht om gezamenlijk, en ook vanuit de notie dat beide partijen zagen samen in dat het zo niet verder ging. En toen hebben we er toen voor gekozen om samen, hebben de krachten gebundeld om die tunnel zo beheerst en zo snel mogelijk open te krijgen. Nou zijn wij ook heel erg geïnteresseerd in hoe de relaties waren tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Klopt nou in dit geval de waarneming dat in dit geval Volker Wessel-Steffin de scopeveranderingen, de uitbreidingen, eigenlijk zomaar heeft geaccepteerd? En tegenover de overheid zei, de Rijkswaterstaat zei, dat doen we dan wel? Zij zijn uiteindelijk al die scoopwijzigingen, dan doelt u wellicht op het DLS en het watermist en al dat soort dingen, die zijn gewoon geaccepteerd, ja. Maar wat heeft de opdrachtgever er nu van geleerd als je te maken krijgt met een aannemer die zegt te doen wat je wil, maar het achteraf niet blijkt te kunnen, niet goed doet, half doet, niet geheel doet? Wat is er van geleerd in het projectmanagement bij Rijkwaterstaat in dit geval bijvoorbeeld? Nou ja, want heel veel van die problemen die misschien lijken op ICT-problemen hebben eigenlijk een oorsprong in projectmanagement. En
En een van de dingen, daarom gaf ik net ook al aan, een van de belangrijkste lessen die we hier hebben geleerd, is dat je vooraf de tijd moet nemen en elkaar diep in de ogen moet kijken. Want hebben we elkaar nu gewoon echt begrepen wat de bedoeling is. En dat is ook de reden waarom wij nu bij tunnelprojecten apart voor de contractering een fase inlassen waarin we tot in detail ingaan op de specificaties. En ondanks het feit dat we het allemaal hebben gestandardiseerd, dan nog steeds het helemaal, zeg maar, de eerste stap samen doorlopen. Zodat beide de partijen van overtuigd zijn dat de opdrachtnemer op basis daarvan het ontwerp tot een goed einde kan brengen. Nu zeggen anderen, de overheid is eigenlijk de enige opdrachtgever voor tunnels in Nederland. En als je nou tunnelbouwer bent, ja, dan kun je niet anders dan naar de pijpen dansen van Rijkswaterstaat. Hebben zij gelijk, vindt u? Nou, ik denk dat dat wat erg makkelijk is. En bovendien zijn wij niet de enige opdrachtgever voor tunnelprojecten. Dat gebeurt. We zijn weliswaar een grote opdrachtgever voor tunnelprojecten, dat geef ik toe. Maar we hebben het ook over de grootste aannemersbedrijven van Nederland. En die zijn toch ook wel wat gewend, denk ik. En die, zo makkelijk als u het stelt, zie ik het niet. Nee, ik stel dat niet zelf, maar dit is wat wij horen. En dan, wie geven er dan nog meer opdracht voor tunnels in Nederland? ProRail en gemeentes en de provincie. Dus het beeld, voor wat u betreft, is het niet zo dat tunnelbouwers in Nederland volstrekt afhankelijk zijn van Rijkswaterstaat? Want ze hebben alles. Er kunnen ook andere opdrachtgevers zijn. Nogmaals, maar ze kunnen ook wat terugzeggen en u luistert dan. Nou ja, naar aanleiding van de problemen die we hebben gehad bij de A73. En toen ik aantrad als landelijk tunnelregisseur, is een van de eerste dingen die we hebben gedaan, is om samen met de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Op gebied van bouwend bedrijfsleven, dus met Bouwend Nederland, NL Ingenieurs en Uneto VNI, dat is de brancheorganisatie van de installateurs, aan tafel gaan zitten. En daarin hebben we tegen elkaar gezegd dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de problemen waar we in terecht zijn gekomen en voor het moeizame realiseren van dit soort projecten. En we hebben ook ons gezamenlijk verantwoordelijk gevoeld voor het vinden van een oplossing. En op basis daarvan hebben we ook een convenant gesloten tussen Rijkswaterstaat en die partijen. Waarin we naast de inhoudelijke kant van het geheel, dus standaardisatie en dergelijke, hebben we ook afspraken gemaakt over de wijze waarop waarin we met elkaar samenwerken. En zo'n fase waar ik het net over had, om voor contractering, dat noemen we een convergentiefase, om voor contractering elkaar diep in de ogen te kijken, om te kijken of we elkaar goed begrijpen. Dat is een fase die op verzoek van de markt erin is gekomen en waar we nu bij allebei de kanten proberen de vruchten van te plukken. Want ik heb toch echt wel het gevoel dat ook de grote aannemersbedrijven zich niet echt gelukkig voelden met de negatieve berichtgeving over alle tunnelproblemen die er in Nederland waren. We raken aan het slot. Hoe groot schat u de kans dat u of iemand anders in de nabije toekomst alsnog een keertje als tunnelregisseur bij zoiets op moet komen draven om uw werk te doen? Of zijn de afspraken die gemaakt zijn zo goed? Nou kijk, dat niet meer nodig zijn. Ik hoop het natuurlijk niet. Maar projecten die niet goed lopen, dat is natuurlijk ook een beetje, daarmee wil ik het absoluut niet bagatelliseren. Maar dat is natuurlijk ook, dat is in het verleden ook wel vaak voorgekomen. En ik heb ook niet de illusie dat het in de toekomst nooit meer gaat voorkomen. Maar als het gaat om tunnels, hoop ik toch echt dat we van het verleden hebben kunnen leren en dat we nu gezamenlijk de goede kant op aan het gaan zijn. Maar het gaat zeker niet vanzelf. Wat ik net zei, een 180 graden andere werkwijze. Dat vraagt wat van de cultuur binnen Rijkswaterstaat, maar zeker ook bij de bedrijven die toch op een andere manier hun bedrijfsprocessen moeten inrichten. En wat we nu zien, we zien dat het de goede kant op gaat, maar we zijn er nog niet. Maar dat roept dan weer twijfels op aan wat er geleerd is. Ik bedoel, ik hoop ook op een mooie toekomst. Dat doet iedereen. U hoopt op een mooie tunneltoekomst. Ja, en bij mij. Maar de kans dat u opnieuw ingeschakeld moet worden als regisseur of een collega van u. Nou, als u op een schaal van 0 tot 100 zet. Bij mij is het glas eerder half vol dan half leeg. En in mijn huidige functie, ik ben nu programmadirecteur Schiphol Amsterdam Almere. En in een van die projecten die er in dat programma zitten, zit de Gaasperdammer Tunnel.
waarop we op dit moment in een aanbestedingstraject zitten. En ik voel me toch wel een beetje aan mijn stand verplicht dat we die tunnel tot een goed einde gaan brengen. Maar mag ik dan het zo begrijpen dat eigenlijk de twee belangrijkste aspecten zijn dat je vooraf met elkaar betere afspraken maakt in het kader van het projectmanagement. En wat een hele hoop verbeterd heeft, is dat we in Nederland ten aanzien van de tunnels gewoon zelf eenduidige regels hebben gemaakt. Dat het niet meer zo is, als er een tunnel wordt gebouwd, nou, dan wordt die afspraak gemaakt en wordt die tunnel gebouwd, dan wordt die afspraak gemaakt. Dat zijn eigenlijk de twee, of zijn er ook nog andere dingen waar u zegt van nou, met het oog op de toekomst zijn dat toch wel belangrijke dingen die ik u ook nog wil meegeven? Ja, dat is inderdaad, dat zijn de twee belangrijkste. Dus enerzijds die wetgeving die is aangepast en anderzijds een verregaande mate van standaardisatie van de functionaliteit. Dus uitgaande van die functionaliteit en vervolgens naar het bouwproces. En het derde is afspraken in het kader van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat je specifiek stilstaat. En ik denk dat dat niet alleen hoeft te gelden voor ICT in tunnelprojecten, maar dat dat voor alle ICT in infraprojecten, want ook in bruggen zit ICT, in steeds meer infrastructuur zit ICT. Hè, dat kwam er steeds meer tegen in Nederland, dat je daar expliciet bij stilstaat. Ik denk, dat zou wat mij betreft de belangrijkste lessen kunnen zijn. Ik kijk even rond. Moet ik het nou zo samenvatten, en kijk voor laten we zeggen, politieke besluiten die genomen zijn, daar kunnen we u natuurlijk niet op aanspreken. Maar moet ik het nou zo samenvatten dat alles wat u het al afgelopen drie kwartier gezegd heeft, dat het één grote, lange, een tikje prijzige les is geweest om dit soort dingen beter te doen? Nou, dat is wel erg. Als we het over die A73 hebben? Over die A73. En dat onderdeel daarvan? Nou, uiteindelijk is die A73 open gegaan en zijn het prima functionerende tunnels. Het beeld wat er is, dat die tunnels na openstelling, de definitieve openstelling heb ik het dan over, daarna nog heel vaak dicht zijn geweest bij restoringen, dat wil ik hier dan toch even wegnemen. Nee, maar dat was de schijnste geval. Mijn vraag was, als je nou terugkijkt op dat hele proces, is het dan, en dan met name dat onderdeel waardoor die ICT-vertraging heeft gezeten, is het één grote lange les om een aantal dingen die u ook verteld heeft beter te doen? Moet ik het zo zien? Ja, zo kunt u het zien. Ja. Blijft wel dat uit ons onderzoek gebleken is dat het een stuk goedkoper was geweest als die tunnels wat later open waren gegaan en het in één keer goed geweest was, dan dat het besluit genomen is om één strook open te zetten en daarna nog weer de boel aan te passen. Dat blijft een feit, toch? Nou, ik heb dat sommetje niet zo gemaakt, maar nogmaals, het blijkt uit ons onderzoek. Bij dat soort overwegingen om zo'n tunnel tijdelijk open te stellen, die nogmaals, die afweging is gemaakt voor mijn tijd. Maar wat ik net zei, is dat daar meer elementen een rol bij spelen dan alleen waaronder techniek. Waaronder ook politieke druk. Ja. En dat gaan we met anderen bespreken. Ja, meneer Van Menen. Er was ook nog een advies van de veiligheidsbeambte tot twee keer toe om die tunnel niet tijdelijk open te stellen. Dat is u waarschijnlijk bekend. Daar heb ik van gehoord. Ja, in die tijd ook. Nou, niet van in die tijd. Nogmaals, was ik niet betrokken bij dat project. Oh, natuurlijk was u niet betrokken. Nee, want het advies, maar wat vindt u daar zo? Het advies wat de veiligheidsbeambte heeft gegeven bij de uiteindelijke openstelling in december 2009, daar was ik wel bij betrokken. En dat was positief. Dat was positief, anders zou die niet opengegaan zijn. Maar bij die tijdelijke openstelling was het advies twee keer negatief. Dat is gewoon zo, hebben wij vastgesteld. En toch is het gebeurd. Wat vindt u daarvan? Nou, dat nogmaals, ik ben bij de uiteindelijke besluitvorming daarover niet betrokken geweest. Maar wat ik wel weet is dat er een aantal verkeerskundige maatregelen zijn genomen die de kans op ongevallen en de kans dat het zou leiden tot een onveilige situatie aanzienlijk binnen de perken heeft gehouden. Maar hoe dat uiteindelijk ook is meegewogen bij de besluitvorming om die tunnel toen tijdelijk open te stellen, dat weet ik niet. Maar de vraag van de heer Van Menen was heel simpel. Die was, er werd geadviseerd, doe het niet, en er werd gekozen om het wel te doen. En wat u daarvan vond? Daar heb ik geen mening over. Hoezo niet? Nou, dan vraag ik het nog even op een andere manier. Dat kan namelijk elke dag nog steeds gebeuren, of niet?
Nou, uiteindelijk is het ligt de besluitvorming voor de openstelling van een tunnel niet bij de veiligheidsbeambten, maar die ligt bij het bevoegde gezag, en dat is de burgemeester of BNW, een van die twee, weet ik niet uit mijn hoofd, van de betrokken gemeente waar die tunnel in ligt. En hij of zij zal zijn besluit wel natuurlijk belangrijke mate in meewegen bij dat besluit, het advies van de veiligheidsbeambten. Maar vindt u dat politieke ambtsdragers voldoende kennis hebben om de veiligheid van tunnels in te schatten? Ja, nogmaals, ik weet dat er een aantal verkeerskundige maatregelen zijn getroffen. Nou, dat is mijn vraag. Nee, maar ik wil daar toch even op reageren. En in hoeverre die verkeerskundige maatregelen, die kunnen ertoe hebben bijgedragen dat het negatieve advies wat er lag, toch uiteindelijk positief is beoordeeld, waardoor die tunnel is geopend. Door de burgemeester? Bijvoorbeeld. Ja. Oké, nou goed, helder. Dank u. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een politiek besluit zijn geweest. We willen dat geëmmer niet en dan maar rijden. Ook al ligt dat negatieve adviezen. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat het zo gegaan is. Dat weet ik niet. Nee, maar het zou kunnen. Dat zegt u. Ik vraag het aan u. Het zou kunnen. Ik zeg nogmaals, dat weet ik niet. Nou ja, maar ergens moet dat besluit vandaan zijn. Ik heb u net gezegd dat ik niet ben betrokken geweest bij dat besluit. Dat daar verkeerskundige maatregelen zijn getroffen die mogelijk ertoe hebben bijgedragen dat dat besluit uiteindelijk anders is geworden dan het advies wat er lag. Maar hoe precies dat proces is gegaan, weet ik ook niet. Nou goed, eerder in dit gesprek had u het over politieke druk. Ja. Dat zou hier ook kunnen hebben gespeeld. Dat weet ik niet. Ik dank u zeer. Ik schors de vergadering tot 5:00.